Goedemorgen. De dag begint bewolkt met misschien wat regen. Later op de dag breekt de zon door en wordt het 17 graden. Je kijkt naar het TV West Nieuws van vrijdag 20 juli. Ik ben Vincent Veeman. Bij een flat aan de Hendellaan in Delft is gisteravond een babylijkje gevonden. Dat heeft de politie vanochtend bevestigd. En onze verslaggever Sander Knoera die is nu in Delft. Sander, wat is er precies gebeurd? Ja, Vincent, we weten inmiddels dat het om een kinderlijkje gaat. De politie heeft ons bevestigd dat het gaat om een 16 weken oude baby. Een vrouw heeft een miskraam gehad en die heeft het kindje mee naar huis gekregen om te begraven. Het ziekenhuis wilde het kindje cremeren, maar dat wilde de familie niet. Ze hebben het uiteindelijk begraven in het park hier achter mij. En dat hebben mensen gezien, die hebben de politie gebeld. En zodoende is het hele onderzoek op gang gekomen. Een ernstig ongeluk op de Neerkade in Den Haag. Een meervoudig gehandicapte man kwam daar gisteren aan het eind van de middag met zijn scootmobiel onder een vrachtwagen terecht. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. Voor een groot deel van de moslims begint vandaag de Ramadan. En naast vasten, bidden en stilstaan bij minder bedeelden is het ook een feestje. Bij de Haagse islamitische winkels was het gisteravond stilte voor de storm. Van topdrukte was gisteravond nog geen sprake. Een bakker aan de Hobbemastraat verwacht vandaag de meeste klanten. Lekker hard werken, denk ik. Met een lege buik. Ja. De Haagse winkels zijn er in elk geval klaar voor. Maar al dat lekkere eten is voor veel moslims bijzaak. Een heel sociaal gebeuren. Dan zijn we met z'n allen bij elkaar, met de hele familie. Dus het is een hele spannende tijd voornamelijk. En dat er dan wat minder gegeten wordt overdag, dat neemt u voor lief? Ja. Nou, het is bij ons is het gewoon normaal dat het gebeurt eigenlijk. Het is een soort routine eigenlijk. Dus als Ramadan is, dan gaan we gewoon vasten. De Ramadan valt midden in de zomer. De dagen zijn dus lang. Een goede voorbereiding is dan ook het devies. Minder te praten en minder te lopen en minder te bewegen. Na 10 uur 's avonds kan er tijdens de vaste maand weer gebunkerd worden. Nou ja, bunkeren. Ja, ik een tosti misschien. Ik hoop het, een tosti. Ja, niet meer. Nee, ja. Water is het belangrijkste, denk ik. De gemeente Zoetermeer heeft onduidelijk gecommuniceerd aan de eigenaren van Manege Oosterheem. Dat geeft de gemeente zelf toe in een brief. De manege moest weg uit zijn tijdelijke opvang. De eigenaren klaagden over onduidelijke informatie over nieuwe locaties. De paarden zijn inmiddels weg. De Technische Universiteit Delft gaat onderzoek doen naar de zandmotor voor de kust van Monster. De wetenschappers gaan kijken hoe de zandmotor het doet en wat de gevolgen zijn. Zo wordt gekeken naar de kustontwikkeling, de zwemveiligheid en het grondwater. Het onderzoek begint in het najaar en duurt 5 jaar. En dan de kranten van vandaag. De daders van de aanslag op het gemeentehuis in Waalre die staan op videobeelden, dat schrijft de Telegraaf. De bewakingscamera's zouden ongeschonden uit de Vlammenzee zijn gekomen en justitie overweegt nu om een nationaal opsporingsbericht uit te doen. Ja, volgende week beginnen de Olympische Spelen in Londen en de Volkskrant die blikt 8 jaar achteruit naar de Olympische Spelen in Athene. Er is toen 11 miljard geïnvesteerd, maar de sportcomplexen uit die tijd, waaronder het hockeystadion en het Olympisch zwembad, die staan er nu maar leeg en verlaten bij. En volgens de AD reizen Nederlanders steeds vaker naar het buitenland voor de tandarts. Onder andere Turkije is een populaire bestemming. De afgelopen 6 maanden gingen duizenden mensen er naartoe voor een tandartsbezoek. Ja, dit was het TV West Nieuws van vrijdag 20 juli. Meer nieuws vindt u op omroepwest.nl. Daar kunt u ook onze app downloaden. En u hoort het natuurlijk de hele dag op 89.3 Radio West. Ik wens u een hele fijne dag.